shoppen geweest met haar vriendin, Hinke. Hinke, zo loopt zo. En ze zei toen tegen mij, nou Liv, wat ik nou van die kacht haal. Ja, maar 4 euro wie de zenas. Ja, die kon ik natuurlijk net lezen, Litte, want de soestel van naar de Scapino om haar aan jas. Maar ja, daar kwam er nooit van, dus ja, alsjeblieft. Oftewel, ze had een regenjas voor mij gekocht, even vertalen. En ik kreeg een pakketje van haar in mijn handen gedrukt. Weet je wel, zo'n pakketje waarin je je regenjas dan daarna nog weer in schijnt te kunnen opbergen. Ik weet niet of het iemand van jullie ooit gelukt is, maar mij lukt dat dus nooit. En ik zei toen tegen haar, dankjewel Beppe. Ja, dankjewel. Had je niet hoeven doen, nee. Echt niet. En ik had gehoopt dat die regenjas dan gewoon zwart of donkerblauw zou zijn. Maar ja, die was dus niet zwart of donkerblauw. En dat is de reden waarom ik elke ochtend, als het regent, serieus, als een soort van fluoriserende tinkie-winkie op de fiets zit. Maar dan meer op deze manier. Ik weet niet of iemand van jullie, heeft iemand van jullie dat wel eens gehad? Van die goed bedoelde cadeaus? Nee, jullie durven niet, dat snap ik wel. Ze zitten ook allemaal naast je, dat kan ik ook niet van jullie vragen. Nee. Kijk, ik heb deze bijvoorbeeld van mijn moeder gekregen. Wij hebben dan thuis zo'n traditie waarop de een de ander wakker maakt met koffie en een taartje op bed. Mijn moeder lukt dat nooit, die heeft mij al wakker zodra ze de trap afgelopen is. En de deurkruk naar beneden doet alsof ze een inbreker hoopt te betrappen. Ja, ik doe dan alsof ik heel charmant wakker word. Omdat ik weet dat zodra ze dan, dat ik mijn ogen open doe, dat ze dan voor me staat met een camera op mijn bakkers gericht om te filmen hoe ik dat kaarsje ga uitblazen. Ook heel goed bedoeld. Leuk voor later. Ja hoor. En ja, ze zei tegen mij, alsjeblieft, deze kan je meenemen naar school. Ja, dat was precies een broodtrommeltje en een beker in. Zij is in het Fries, maar toch. Ik dacht toen, nee. En ik zei dus, dankjewel man. En ja, ze bedoelen het zo goed. En ik heb hem verstopt achterin een kledingkast. Ik heb hem laatst pas teruggevonden. En ik heb ook deze rok, die heb ik gekregen van mijn tante. Het is een zebra print, maar als je erin loopt, ben je toch meer een beetje een zebra pinguïn. Maar ze bedoelen het zo goed. Kuntbellen bedoelt het ook heel goed trouwens. Ja, sorry voor alle mensen, maar ik moest hier toch even een grap over maken hoor. Ik denk dat het heel herkenbaar is voor iedereen die bij kuntbende zit. Je zegt het woord kuntbende en je krijgt meteen gele bananen naar je kop geslingerd. Nee, sorry mevrouw, ik hoef echt niet meer. Ik heb er al 2. Hier alsjeblieft, kop houden. Rabobank was de sponsor. We hebben de hele tafel vol, die moet nog leeg, denk ik, of zo. Dus, alsjeblieft. Maar weet u wat ik dan het allerergste vind? Nou, even serieus, daar ben ik heel goed in. Die goed bedoelde adviezen. Kent u dat, die goed bedoelde adviezen? Ik bijvoorbeeld wil graag natuursopleiding doen, met muziek, want ik kan niet kiezen. En dat heb ik altijd al willen doen. En dan zeggen mensen, leuk! De acteursopleiding, leuk! Ja, en werk? Hoe ga je daar je inkomen uit verdienen? Leuke opleiding, ja, leuk! Heel leuk! Ja. Maar dat is eigenlijk, en ik ga nu niet zielig lopen doen op dit podium, maar dat is eigenlijk omdat ik nu graag iets wil doen voor mij. Want ik heb dit altijd al gewild. En ik ben heel lang bezig geweest om alle andere mensen om me heen, dus dan zou dat nu betekenen jullie allemaal, te begrijpen. En ik probeerde andere mensen mij dan ook te laten begrijpen. Ik zei waarom ik de dingen zei die ik zei. Ik zei waarom ik de dingen deed die ik deed. En dat is heel goed bedoeld, maar dat is niet het doel. Ah, voor die goed bedoelde cadeaus, voor iedereen hier, goed advies. 3. Verbrand ze. Verstop ze in een kast en maak er 5 jaar later een stukje van. Hoe mijn vriendin dat zegt. Of smijt ze in de container. Ja, de Humanitas container. Dan heeft u het alsnog goed bedoeld. Dank u wel.